Ik moet hem nog lezen. Wacht even, pak hem er even bij. Kom even op. Ter voorbereiding. Master thesis. The consumer potential of collaborative consumption. Ben je nog aan het inlezen? Nee, ik ben me aan het voorbereiden. Oké, okay, ja. Dat doe je tegenwoordig. Vroeger kwam je 10 minuten voor de uitzending binnen, maar nu begin je gewoon tijdens de uitzending. Ja, ik heb hier een 80 pagina's lange, dissertatie over. De titel is The Consumer Potential of Collaborative Consumption. Daar gaan we het zo over hebben. Eigenlijk een beetje het thema van vanavond. Ja, ik heb het niet voor niks naar je verstuurd vanmiddag om 4:30. Dag, welkom bij Topnames. Iedere week praten we over ontwikkelingen op digitaal gebied en meer. Vandaag is inderdaad het thema de sharing economy, oftewel de deeleconomie. En vandaag was onze koning, die had het erover dat de participatiemaatschappij, dat we daar met z'n allen aan moesten geloven. Dus ik denk dat we daar met jullie wel over kunnen praten van ShareNL. Pieter van der Glint en Harmen van Sprang, jullie zijn beide van ShareNL. En wij beginnen gewoon eventjes bij het begin, want we bereiden ons normaal gesproken eigenlijk helemaal niet voor. Heel goed. En beginnen dan met de vraag, simpele vraag, de deeleconomie, wat is dat? De deeleconomie. De deeleconomie is het onderling uitwisselen van allerlei verschillende dingen. Auto's, ritten, tuinen, vaardigheden, maaltijden. Gefaciliteerd door online platformen. En dat heeft eigenlijk pas een jaar, twee jaar terug de noemer deeleconomie gekregen. Het zijn eigenlijk platformen die allemaal gewoon zijn ontstaan. Ik kan een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld Thuis Afgehaald. De oprichters daarvan die roken altijd het lekkere eten van de buren en dachten, hey, zouden we daar niet een keer mee kunnen eten? En dat was meteen een groot succes toen ze aanbelden, want het was hartstikke lekker en ze leerden hun buren kennen. Toen dachten ze, met de technologie die we vandaag de dag hebben, kunnen we dit mogelijk maken voor heel veel meer mensen. En het merendeel eigenlijk van de deeleconomie platformen die er nu zijn, in Amsterdam, in Nederland, die zijn eigenlijk op zo'n manier ontstaan. Want je rekent, ik ben ooit begonnen met, heet het, deelauto heten het, geloof ik. Ja. Is dat ook de deeleconomie of is dat absoluut, geen deeleconomie? Absoluut, er zijn meerdere autodeelbedrijven zelfs tegenwoordig. Autodelen heette het ooit, voordat het Green Wheels heette, althans. De standplaatsen zijn toen allemaal overgenomen. Ja. Begon het met autodelen. Ja, tot zover oké, okay, maar nu hebben jullie weer een platform. Zijn jullie begonnen voor de deeleconomie als overkoepelend platform? Wat is daar dan het idee achter? Nou, je krijgt natuurlijk heel veel vragen van consumenten die graag meer willen weten van hoe steekt het nou in elkaar en hoe kan ik er zelf wel of niet in participeren. Even los van het feit dat je gereedschap kunt delen, en auto's kunt delen, en eten kunt delen. Mm-hmm. Zijn er mensen die zich afvragen hoe dat werkt? Ja, en daar willen we ook wel voor een deel vooruitlopen. Want het is natuurlijk nog een redelijk recente ontwikkeling. Maar we hebben wel het sterk, als je alle geluiden ziet en hoort, dan heb je wel het idee van, dit is een enorm groeiend potentieel. En daar zullen we ook steeds meer consumenten vragen over gaan hebben. En daarnaast willen we ook bedrijfsleven en de politiek erbij betrekken en informeren. Dus drie potentiële doelgroepen die wij als ShareNL willen bedienen. Maar leg even uit, want je zegt voor die drie doelgroepen, die hebben een totaal andere insteek natuurlijk op dit idee. Ja, klopt. Nou goed, daar horen dan ook verschillende activiteiten bij. Dus je kunt denken aan advieswerk voor bedrijven, voor de overheid. Bijvoorbeeld volgende week hebben we in Brussel voor de EU een verhaal waar mede het onderzoek waar we ongetwijfeld zo nog op komen van Pieter de grondslag voor is. Om dat onder andere Europa zich ook steeds meer oriënteert op wat er gebeurt er binnen die sharing economy of binnen de collaborative consumption. Dus dat is één poot. En de consumententak is natuurlijk een ander verhaal. Maar we willen graag het Nederlandse platform zijn. Of dat zijn we voor die sharing economy. En nog om daarop aan te haken, wat ook blijkt is dat mensen die een maaltijd delen, die zijn ook wel geneigd om misschien een keer een rit te delen. Dus door één platform te bundelen kunnen consumenten ook herkennen van, hey, dit is onderdeel van iets groters. En dat maaltijden delen is hartstikke leuk. Dus waarom zou ik niet eens een keer proberen om een auto in mijn straat te huren als ik ergens naartoe moet? Dus zo'n slag kunnen we maken met ShareNL. En tegelijkertijd kunnen we mensen ook wat meer vertrouwd ermee maken. Want het klinkt natuurlijk hartstikke eng voor veel mensen. Van, ja, ik ken mijn buurman helemaal niet. Ik bel wel vrienden als ik samen wil eten. Dus het is zo nieuw dat het ook nodig is om misschien vanuit een organisatie als ShareNL om mensen er vertrouwd mee te maken. En
met vertrouwen kom je ook gelijk op een belangrijk thema binnen die deeleconomie. Anders ga je geen transacties aan. En ik denk dat Chernel er ook wel een rol in kan spelen om de mensen vertrouwen te laten hebben in wat ze gaan doen. Wat het dan ook mag zijn binnen die deeleconomie. Ja, want jij hebt onderzoek gedaan ernaar. Wat zijn de hobbels die genomen moeten worden? Is inderdaad vertrouwen is onbekendheid er eentje? Is vertrouwen er eentje? Is betrouwbaarheid? Want ik heb plas geprobeerd 4 keer achter elkaar om een auto via Snapcar te krijgen. 4 keer, toen het 4 keer niet gelukt was, heb ik toch Hersma weer gebeld. Ja, dat is logisch. Ja. Dus dan heb je het eigenlijk over vertrouwen aan de ene kant en efficiëntie aan de andere kant. Als je al de stap neemt om je eigen auto de deur uit te doen, dan... moet het eigenlijk het lenen van een auto van een buurman moet net zo makkelijk zijn als het hebben van een auto. Dat zal voor veel mensen heel belangrijk zijn. Dat is niet mijn onderzoek, dat is ook Rachel Botsman, haar boek. En anderzijds, het vertrouwen is iets waar volop aan gewerkt wordt. De meeting die wij overmorgen hebben namens Chernel, daar gaan we ook weer in op vertrouwen. Want dat is de tweede belangrijke hoorde. En wat vanuit mijn onderzoek blijkt is... kan kort inleiden, er zijn 1300 Amsterdammers die vragenlijsten hebben ingevuld. En het merendeel daarvan is 35 jaar en ouder. En eigenlijk is dat de groep waarvan mensen verwachten dat die niet deelnemen aan de deeleconomie. Want ze zeggen juist, het zijn mensen die heel digitaal opgegroeid zijn. Die daar makkelijk een draai in kunnen vinden. Terwijl mijn onderzoek, wat dus alleen 35 jaar en ouder is bijna, daar wil... Misschien hebben jongeren geen zin om die vragenlijst in te vullen. Het is het panel van Amsterdam. Die hebben gewoon weinig jongeren. Ja. Dat komt dan inderdaad omdat die zitten daar dan niet op. Maar is het eigenlijk des te interessanter dat dit er natuurlijk uit... Exact. En het blijkt toch dat er een behoorlijke bereidheid is. Het verschilt een beetje per platform. Maar bijvoorbeeld Rittendelen heeft ruim 50% gezegd dat ze een rit aan zouden bieden. Een rit zouden nemen van iemand uit hun buurt. En 66% zou een rit aanbieden aan een buurtgenoot die dat nodig heeft. Hey, waarom is deze ontwikkeling belangrijk? Dat is een zeer open vraag. Er zijn heel veel antwoorden op. Waarvoor is het belangrijk? Ja, ik heb juist geleerd om open vragen te stellen. Ja. Jou niet naar het antwoord toe te leiden. Nou, ik denk zelf, als ik je mag aanvullen, dat het een paar verschillende factoren beslaat eigenlijk. En dat is 1. Het kan een financiële driver zijn. Ja, dus het is interessanter om je auto te delen bijvoorbeeld, omdat je voor een deel daarin je eigen kosten voorziet. Voor de planeet is het natuurlijk mooi, dat we als we weer even naar die auto's bijvoorbeeld kijken, maar ook naar allerlei andere spullen. Maak er minder van, gebruik er met z'n allen meer van. Dus dat is ook een goede win-win. En er is een leuke sociale factor aan. Ik bedoel, ik doe het zelf ook met veel plezier in mijn leven. En ik vind het heel leuk, het contact wat je hebt met andere mensen waarmee je producten dienst. We hebben recentelijk, een paar weken geleden, stonden we hier beneden zeer geanimeerd aan de bar te praten. Want stiekem weg weten we er een klein beetje iets van. We hebben hier eerder Peerbiet te gast gehad en Together te gast gehad. En we waren met een paar mensen hier beneden aan de bar. En Peter, die kunnen jullie nu niet zien, maar dat is de man van de techniek. Die was een groot pleitbezorger van Peerby, omdat hij inderdaad vertelde dat had iemand of zijn vrouw had een krultang nodig of iemand in de buurt had een krultang nodig. Of Peter zelf. Wel, zoiets was het. En Peter, had je hem nou zelf nodig? Of? Ja. Nee, je had hem niet zelf nodig. Nee, okay. Maar goed, het ging dus over die krultang. En hij zei, en dat was voor hem ontzettend overtuigend, hij zei, door dat Peerby leer ik inderdaad mensen in mijn buurt kennen. Ja. Ik woon in Amsterdamse wijk, wat ik anders niet gekend had. En nu loop ik in de supermarkt en denk dat is die mevrouw van die krultang. Ja, maar zo vaak ik het zelf ook. En het is een beetje kip-ei, want door een deel door die platformen, maar ook door een deel doordat je jezelf zo opstelt hè, en je op die platformen gaat, gebeurt dat. En ik geloof ook wel heel sterk dat de lokale buurten, dus de hyperlokale activiteiten steeds meer weer toenemen. Ik zie het in ieder geval in mijn eigen buurt, ik woon daar nu 11 jaar. Ik heb echt het idee dat de laatste jaren mensen makkelijker contact met elkaar maken en het juist weer lokaal met elkaar opzoeken. En dat is natuurlijk een belangrijke driver ook voor de platformen naast de techniek. Ja, dat is natuurlijk de intrigerende van het hele verhaal. Hè? Techniek faciliteert hier en techniek maakt het mogelijk. 10 jaar geleden had dat niet gekund. Ja. Maar ook jouw hele onderzoek richt zich natuurlijk meer op het maatschappelijke fenomeen. Als je nou kijkt wat er vandaag bijvoorbeeld in de troonrede gezegd wordt. Hè, Die heb je wel gelezen. Die heb ik gehoord. Van de economie waarin de sociale voorzieningen eigenlijk de drager zijn van de samenhang naar de participerende economie. Eigenlijk zijn we al een stap verder. Hè? Ja. De delende economie heeft niks te maken met wat vandaag eigenlijk gezegd wordt. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Dus alleen maar verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Het is ook delen. Mm-hmm. En zoeken naar nieuwe vormen van samen.
Mis je dat dan vandaag als je naar die troonrede luistert, dat je denkt van, misschien hebben jullie dat niet gedaan hoor, dat kan, dat je denkt van... Ik heb toevallig ook dat stukje wel gezien. En wat ik dan denk is, als je het over participeren hebt, dan bieden al die platformen die nu ontstaan zijn, bieden mensen handvatten om dus te gaan participeren. Als ik een maaltijd wil, kan ik nu dus nu naar thuis afgehaald gaan. Eerst kon dat nog niet. En als ik mobiliteit nodig heb, dan kan ik nu kiezen tussen de trein. Ik ben net geen student meer, ik heb geen OV meer. Dus ik probeer Together uit. En ik heb meteen een rit gevonden. Dus dat is dan mooi. Dus wat het doet, als je die troonrede hebt, ja, wat de platformen doen binnen deeleconomie is handvatten bieden aan mensen. Ja, je had een week geleden natuurlijk de trendrede 2014. Ja. Ja, de ondertitel van de trendrede, ook de delen is het nieuwe hebben. Kijk, ja. het zegt iets. Ja. Maar we hebben dus wel te maken met een belangrijke maatschappelijke trend. Dat is wel jullie overtuiging. Ja, trend, en ik zou hem nog wel door willen trekken. Ik denk dat als we over 10 jaar terugkijken naar deze tijd, dat we echt in een omslagmoment zitten, in een kantelperiode, waarbij we ja, deels noodgedwongen en deels door ook, denk ik, bijvoorbeeld dat lokale weer, dat we... Ja, deze ontwikkelingen niet meer een trend noemen, maar iets wat gaat beklijven. Ja, en als je kijkt, want er zit een belangrijk verschil, vind ik, in zeg maar de PB's van deze wereld. En bijvoorbeeld Airbnb. Want ik denk dat de meeste mensen die bij Airbnb hun pand ter beschikking stellen, dat doen omdat het een inkomstenstroom is. En andersom doe ik het omdat ik liever niet in een hotel zit, maar dat het dan leuker is in een bewoonde omgeving te komen. Dus daar is mijn klassieke idee van economie meer van toepassing dan bij PB, waar ik de boormachine van de buren kan halen. Er zit ontzettend veel verschil in al die dingen die we onder één noemer scharen. Ja. Dus moeten we blij zijn met die overkoepelende titel, of krijgen we daar ook nog weer onderscheid in? Nou, ik denk dat alleen al de titel, als je kijkt, hè, de een noemt het collaborative consumption, dus dan gaat het meer over het samenwerken en die consumptie. De ander noemt het sharing economy, de ander noemt het peer-to-peer economy. Dus we zijn denk ik met z'n allen nog een beetje aan het zoeken naar wat is nou de beste noemer voor het geheel. En aan de andere kant is dat misschien ook wel de charme ervan. En we zijn met z'n allen het gebied aan het verkennen en aan het ontginnen. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor de politiek. Hè. Dat is natuurlijk een heel interessant facet van hoe gaat de politiek en hoe gaat de wetgeving hier achteraan lopen. Want zitten daar hobbels bijvoorbeeld? Ja, dat denk ik nog wel. Ja. En dat zie je natuurlijk. Er wordt natuurlijk af en toe aan de deur geklopt van een Airbnb of van meer lokale initiatieven in Nederland ook. Of een Uber, hè, waar natuurlijk ook nu even gezegd wordt van jongens... Klopt het zeg maar wel allemaal? Dus de hele juridische aspecten en de wetten die lopen daar denk ik nu nog een beetje achteraan. En ik mag hopen dat daarin een grote onafhankelijke positie kan blijven voor de initiatieven die er nu allemaal zijn. En dat we die niet straks allemaal weer in vakjes gaan stoppen en in wetjes. Regeltjes. Hey, wat deel jij allemaal? Ik heb bijvoorbeeld begin dit jaar mijn auto de deur uit gedaan. Dus ik dacht, nou, ga ik hem nou aanbieden of ga ik vrager zeg maar worden? En ik vond het ook misschien omdat ik dit een interessant fenomeen vind, ben ik gaan vragen. Dus ik heb 2 jonge kinderen van 3 en 6. En dan wordt natuurlijk gezegd, ja, maar dan kun je toch niet zonder auto. En ja, ik denk, nou, try me. Dus die is de deur uit gegaan en dat gaat prima. Dus dat is... Hoe los je dat op? Deels Snapcar, deels af en toe mensen die in de buurt zeggen, joh, neem mijn auto mee. En af en toe neem je de trein of in Amsterdam natuurlijk gewoon continu de fiets. Dus het wordt een mooiere mix van vervoermiddelen. En de Snapcar applicatie die bevalt uitstekend. En ik moet nog aan de Together, dus dat ga ik ook nog doen. en huizenruil. Dus ik heb bijvoorbeeld deze vakantie 2,5 week in Frankrijk gezeten met een home exchange. Dus dan is het echt zonder enige financiële transactie. Ja. Met elkaar puur op die trust, op die vertrouwen. Met die is 1-op-1, hè? Dus die is 1-op-1. In vergelijking met de Airbnb. Airbnb is natuurlijk eigenlijk, doen we dat allemaal, maar dan maken we het toch maar weer makkelijker met geld. Ja. En met home exchange is het echt 1-op-1. En dat, ja. Al heb je daar natuurlijk, creëer je daar natuurlijk ook weer een nieuwe ongelijkheid. Want voor mij, en ik weet dat het makkelijker is om Amsterdams huis te ruilen, zeg maar, dan Emmens huis. Ja. Ja, maar daarom woon je ook in Amsterdam, toch? En niet in Emmen. Dat geldt voor mij ook. Ja, maar en dat is niet alleen maar vanwege mijn warme interesse voor de hele deeleconomie. Maar ik vind het zo bijzonder als je dan in Frankrijk aankomt en die mensen waren er nog even. Dus die heb je natuurlijk alleen maar online even ontmoet. En heb je een idee, maar dan ontmoet je ze even. Het is een kwartiertje en daarna geven ze de sleutel. En hier is mijn huis. Ja, ik vind dat blijf ik fascinerend vinden. Hey, doen jullie wel eens vingeroefeningen, bedenken wat kunnen we allemaal nog meer delen?
Nee, dat hebben we, althans, ik weet niet of jij dat al eerder wel gedaan hebt, maar nee, voor ja, mij... en vaak als je dan iets bedenkt, dan heeft iemand het al bedacht. Ik zag het, zag die een van de fietsen, zo'n internationaal. Ja, ja. Maar goed, dan ging ik daarop kijken waar die fietsen zo, zo verrekte duur allemaal. Ja. Ik dacht van. Maar ik denk wel dat pas 10% van de mogelijkheden ontdekt is, zeg maar. Ja, dus er moeten nog veel meer dingen zijn. Bijvoorbeeld boten in Amsterdam, maar dat wordt ook al gedaan. Ja, ik las in Florida dat daar nu onder andere een initiatief is. Maar in Amsterdam, ja, heb je natuurlijk sloepdelen, geloof ik. Of wat is het? Of is dat ja, volgens mij komen ze wel eens een meetup. Botendelen, geloof ik. Ja, ik vind die, eerlijk gezegd vind ik eigenlijk al die dingen een klein beetje ingewikkeld. Want dat is eigenlijk toch gewoon botenverhuur. Dat is eigenlijk gewoon autoverhuur van alle ja, nee, ja, je zal altijd krijgen ja. Dat natuurlijk. Hè. Noem wat ja. Grote verzekeraars die een ander labeltje zetten en dan ja. Ook mee willen doen. Aan de andere kant vind ik het ook positief. Het grote bedrijven proberen en proeven van die deeleconomie. En hopelijk ja, is de consument uiteindelijk degene die ja. Bepaalt. En er zit hier ook nadelen aan. Want aan diezelfde bar hadden we het erover. Iemand die zeer economisch onderlegd leek te zijn. Ik weet niet of die dat ook echt was. Hij zei, maar een probleem hiervan is. Hè, dat als we allemaal gaan delen. Dat we dus minder nodig hebben. En dat er dus minder geproduceerd gaat worden. Mm-hmm. Dat kan je heel positief zien. Mm-hmm. Maar hij vond dat er dus minder geïnnoveerd en ontwikkeld gaat worden. Hoe zie jij dat? Nou, of er minder geïnnoveerd gaat worden, dat vraag ik me af. En die innovatie die verschuift dan misschien. Maar die zit dan misschien meer in de dienst inderdaad. Hè? Want we worden natuurlijk allemaal, ook als consument, worden we meer een provider van de spullen die je hebt en de diensten. Wat ik zei, ik geloof dat het een kantelperiode is. Dus dat we niet meer op het oude economische model alleen maar gaan leunen van als we maar zoveel mogelijk, hè, als die hyperconsumptie maar op stoom blijft, dan zijn we, hè, dan houden we onszelf hoog. Ik geloof er niet zoveel meer in. Dus dat zal nog wel bepaalde punten pijn gaan doen. Maar goed, ook voor grotere bedrijven. Maar goed, de samenvatting die jij eigenlijk nu ook maakt is van het gaat in de toekomstige economie niet zozeer meer om bezit, maar om gebruik. Absoluut. Dat is wel de essentie. Ja. Ja, dus de bedrijven die daar nu op instappen, naar mijn mening zijn die er zeg maar nog over 15 jaar. En je hebt nu hotelketens, ik weet de naam niet, die passen Airbnb-achtige concepten toe. Ja. Dus via de naam van de hotelketen kun jij jouw eigen appartement gaan verhuren. Dus dan heb je het vertrouwen in de naam van de keten. En die keten kiest alleen maar de allerbeste appartementen uit en die biedt aan zijn bestaande klanten die unieke ervaring die Airbnb ook biedt. En dit hotel bestaat straks nog. Degene die Airbnb aanklagen, die hebben het veel moeilijker. Want die verliezen de sympathie ook van een heel groot deel van de mensen. Maar is het dan ook helemaal terecht om de vergelijkingen te trekken met de muziekindustrie en al die andere sectoren die door die digitalisering vol op de schop zijn gegaan en eigenlijk hebben moeten zoeken naar nieuwe modellen? Het zou kunnen. Ik denk dat we dat ook pas over een tijdje kunnen zeggen. Kijk, bij muziek is het ook. Het gaat ook niet meer om bezitten, nee. Bij Spotify. Het gaat om dat je hebt de toegang tot die nummers. Nou, ik denk wel dat als voorbeeld. Ik denk wel dat dit soort ontwikkelingen wel de grotere organisaties en bedrijven nu er eerder op duiden van laten we alsjeblieft daar zelf ook, al is het maar klein, mee gaan proberen. Ja. Dan ons daar enorm tegen afzetten. Want ik denk dat we allemaal gezien hebben dat angst het niet wint uiteindelijk. Wat ik ook zo mooi vond is, er stond vorige week in het Parool een artikel over dat je dan ook binnen Airbnb, dat er dan weer mensen daar kansen zien om daar weer een dienst te ontwikkelen. Zo iemand die conciërge was, en iets van 40 woningen in Amsterdam beheerde, waar hij dan weer de sleutel in nam. En we hebben net een huis in Oost ingehuurd, hè? Klopt, dat zag er goed uit, ja. Ja. Ja, er zin in. Ja. Maar is dat niet juist het mooie van die deeleconomie? Dat het dus mensen weer ondernemend maakt. En het klinkt nu raar en fout door de wetten die er al zijn. Maar het is eigenlijk natuurlijk fantastisch als mensen zelf zo ondernemend worden. Dat ze zelf waarde creëren. Ja. En daarmee eigenlijk iedereen die erbij betrokken is blij maken. Want de eigenaar van het appartement wordt blij. En als ik zelf een appartement huur ben ik blij. Want het is goed geregeld. En die man die verdient er wat mee. Dus eigenlijk, als je er gewoon even los van alle wetgevingen en dingen die zijn naar kijkt, is het heel mooi, omdat het dus zoveel ondernemerschap brengt. En dan eigenlijk is het dan een micro-ondernemerschap. En dat is een participerende samenleving. Je hebt daar in jouw onderzoek ook aan gerefereerd, hè? Wetgeving. Jullie willen ook met de overheid, denk ik, daarover in gesprek. Mm-hmm. Als het dan al een rol is voor een overkoepelend orgaan, is dat het misschien ook wel. Mm-hmm. Neem Airbnb. Er wordt toch gezegd, ja, dat is zwart. En hoe zit dat dan? En moet je dat dan niet opgeven? En hoe werkt dat eigenlijk? Is daar enige regelgeving al voor op dit moment? Als jij je boormachine voor €5 verhuurt, zijn dat inkomsten die je moet... Nou, ik ken niet precies de regels, maar ten eerste loopt de wetgevende voor een deel nog achteraan volgens mij. En ten tweede is er altijd wel een bepaalde hoogte van een bedrag wat gedoogd wordt als je dat als particulier met elkaar uitwisselt. Maar ik verhuur tijdens de zomer voor €X.000 mijn huis op een gewilde locatie. Ja, dan kom je onder andere geloof ik met van is het een koop- of een huurhuis en welke is het sociale huur of niet. Dus dat soort aspecten gaan dan bijvoorbeeld al meespelen. En ja, op een gegeven moment zul je natuurlijk wel gewoon bij
de fiscus dat aan moeten geven. En de fiscus kan het net zo goed meekijken. Ik bedoel, die ziet jouw huis ook op Airbnb. En die ziet, oh leuk, maar dan kan ik niet boeken, dan kan ik niet boeken, dan kan ik niet boeken. Nou, die meneer die vaart er wel bij. Ja. Ja, is de regelgeving duidelijk? Ja, volgens mij, ik weet niet, het is niet duidelijk. Maar wat ik weet is dat Amsterdam het tolereert, mits je een koopwoning hebt. En als je een huurwoning hebt, moet je toestemming hebben van je verhuurder. Ja. Die feitelijk eigenaar is. Ja, dat is natuurlijk... Ik moet even uitleggen. Ik krijg een berichtje binnen. Iemand zegt, ja, een partnerruil bestaat ook al decennia. Dat hoef je ook niet op te geven, toch? Ja. Mooi. Er komt al een heleboel ellende van. Ja, dat weet ik eerst van vertellen. Nee, dat weet ik ook niet. Nee, maar uiteindelijk denk ik dat dit natuurlijk zijn dit inkomsten. En zoals bij alle inkomsten zul je die ergens een keertje moeten opgeven. Dus degene die denkt dat dit daar buiten valt, is zelf een klein beetje... Nee, maar de het achterblijven van de regelgeving is natuurlijk op zich wel weer een interessant fenomeen. Want loop je risico? Nou, nog meer denk ik. Met die vergunningen mag jij inderdaad je huis... De inkomsten vind ik is volgens mij uiteindelijk denk ik niet zo heel erg ingewikkeld. Maar wel, maar ook voor een stad, wat mag jij met je woning? Mag je daar iedere week, iedere weekend iemand anders opzetten tegen betaling? Ik denk dat daar ook nog heel veel onduidelijkheid is. Ja, er valt absoluut nog veel beleid te maken, denk ik. En ik hoop dat we met z'n allen als gebruikers van die diensten kunnen laten zien dat het hier to stay is, laat ik het zo zeggen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, want bijvoorbeeld bij Snapcar, die hebben volgens mij een hele goede afspraak met een verzekeraar. Ja. Want daar is natuurlijk ook een belangrijk ding. Oké, ik heb die auto en dan ga ik hem iemand anders geven. En hoe zit het dan als die beschadigd terugkomt? Is dit een bijzondere verzekeraar dat hij hier in wil stappen? Want ook voor dit soort partijen is het nieuwe. Nou, ik meen dat het dezelfde verzekeraar is als die ook een aantal kleinere labels heeft die hier al mee aan het proberen zijn. Dus past bij het beleid, zeg maar. Ja, dat denk ik wel. En dat vind ik positief. En slim van deze verzekeraar om hierop in te stappen. Ja. Ik blijf proberen, want ik snap ook wel dat het een kip-en-ei verhaal is van het aanbod eerst groter moet zijn. Maar wat ik daar wel zag is, en dat is natuurlijk op zich heel erg logisch, dat heb je bij Airbnb ook. Maar er is natuurlijk geen eigenaar van een auto die echt op die site gaat zetten precies wanneer die auto beschikbaar is. Dus het is eigenlijk altijd een kwestie van vragen en dan pas horen of die auto er is op zaterdagavond, zeg maar. Weet je wel. Dus daar zit het, maar dat heb je uiteindelijk bij Airbnb ook. Of je hebt van die gasten die zeggen, dan doen alsof hun huis er is. Ja. En dan proberen hem te boeken. Zeggen ze, nou die is er niet meer, maar we hebben nog wel een ander goedkoop huisje voor je in Berlijn. Dus daar is ook nog wel wat winst. Winst, maar aan de andere kant, misschien is dat ook, ik bedoel, het zou niet mijn manier zijn, maar ook een slimme manier van ondernemen. En ik bedoel, laat dat er ook maar zijn. En laat de gebruiker ook maar gewoon clever genoeg zijn en steeds slimmer worden om daar doorheen te prikken en gewoon te kijken wat reputatie. Als jullie dan een reactie schrijven van het zou er zijn, opeens was het er niet, dan lukt het voor diegene natuurlijk moeilijker om weer een auto te verhuren. Ja. En er zijn ook deelautobedrijven nu die wel een complete agenda hebben waarin je altijd aangeeft wanneer je hem zelf nodig hebt, zodat je wel precies weet wanneer die beschikbaar is. Ik ben er ten eenenmale ongeschikt voor, want ik weet nooit van tevoren wanneer ik mijn spullen nodig heb. Weet jij dat? Als ik gereedschap zou hebben, zou ik wel weten dat ik dat voorlopig niet zou gebruiken. Maar dat stukje zou heel erg... Maar ik merk zelf dat ik die drempel nog niet helemaal over ben. Want ik maak heel graag gebruik van de aanbiedingen van anderen. Ja. Weet je, ik zou absoluut, als ik waar ik woon in de buurt een auto zou kunnen lenen, een van de twee auto's die we hebben de deur uit doen. Maar om nou van tevoren al te gaan zeggen, dan en dan heb ik mijn auto wel of niet nodig. Ja, dat hangt toch ook vanaf of er net een toevallige regenbui is of je zin hebt om te fietsen. Nou ja, misschien hebben we over een bepaalde periode wel, en dat kan misschien eng in de oren klinken, maar hebben we een organisatie zoals een Google die zo goed weet wanneer jij wat doet, dat die daar al vooruit zou kunnen lopen. En dat zegt, oké, ik weet dat jij straks vanwege het weer de tram neemt en die auto staat daar. Ja. Dus, ja, dat maar ook gewoon, ik heb ook de discussie wel gehad met iemand die zei van, wat dan als mijn vader in één keer in het ziekenhuis ligt en ik heb net mijn auto uitgeleend. Ik zeg, dat is nu nog een probleem, maar als in jouw straat van de 20 huizen 10 mensen een auto delen, dan leen je in dat geval een auto van een buurman. Ja. Dus je gaat erop vooruit. Als je wil verhuizen, dan leen je het busje. En als je een afspraakje hebt met je vrouw of een vriendin, dan leen je een mooie auto bij jou in de straat. Dus in principe, uiteindelijk ga je er zelfs vooruit. Je zit alleen nu in een fase waarin dat soort vragen wel relevant zijn. Ja, dat vond ik ook wel heel erg leuk. En dan heb je bij die Airbnb ook. Het is alleen al leuk om over die sites te bladeren. En bij de Snapcar ook. Dan zie je zo'n auto staan. Van 400 euro per dag. Dan zie je opeens een oude Volvo 850 station van Boris Veldhuizen Zand op de Snapcar staan. En denk je, wat redt hij dat? Ja. Ik red het ook, maar... Ja, klopt. Nee, ik vind dat ontzettend leuk...
aspect eraan. En ik ben ook wel echt wel overtuigd geraakt van het sociale stukje, hoe asociaal ik eigenlijk de rest van de tijd ook ben. Hey, nog eventjes, je hebt ook gekeken, wat zijn uw redenen om mee te doen? Dus als we dat nog even een keertje op een rij zetten, er zijn natuurlijk al een aantal redenen genoemd. Economische is er één. Ja. Goed doen. Goed doen, dat is dan voornamelijk mensen helpen. Ik heb in mijn onderzoek niet gekeken wat nou het belangrijkste was. Ik heb gekeken wat motieven zijn en vervolgens hoe zwaar die gelden bij mensen die nog geen deelnemen aan de deeleconomie. Maar dus het helpen van anderen. En daar zit ook weer iets egoïstisch in, namelijk mensen vinden het fijn om een complimentje te krijgen of om gewaardeerd te worden. Dus dat is een reden. Het milieu is bij minder mensen aanwezig, heb ik gezien, maar bij degene waar het aanwezig is, is het wel ook een hele belangrijke factor om bijvoorbeeld auto's te gaan delen. En wat zijn nog meer factoren? Wat mij opviel is dat bijvoorbeeld of mensen op Facebook zitten of ingeschreven zijn ofwel actief zijn op Facebook, dat speelde geen rol in mijn onderzoek. Ik had verwacht dat mensen die heel erg Facebook-achtig zouden zijn wel meer geneigd zouden zijn. Maar het zijn voornamelijk de sociale, inderdaad, financiële en de milieumotieven. Ja, wat ook altijd is bij zo'n onderzoek zoals jij gedaan hebt met een enorm aantal respondenten, dat je altijd afsluit met recommendations for further research. Ja. Eigenlijk zijn dat altijd de vragen die jou getriggerd hebben tijdens je werk, maar waar jij geen antwoord op hebt. Ja. Welke zijn dat voor jou? De voornaamste is, ik heb eigenlijk gekeken of er sprake is van een transitie naar een nieuwe samenleving. En een van de pilaren voor een transitie is de consument en hoe die zich gedraagt en wat die doet. Maar een hele andere, een belangrijke pijler is de politiek. Ik zou het heel erg toejuichen als er nu een masterstudent opstaat en zijn thesis gaat schrijven over interactie met beleid. Op stedelijk niveau, landelijk niveau of desnoods Europees niveau. De eerste die zich nu op Twitter aanmeldt, die heeft morgen... Maar wat bedoel je daar dan mee? Interactie met beleid? Wat is er aan beleid? En is er ik moet zeggen, ik heb me daar verder niet heel erg in verdiept. Maar hoe zou het beleid en de doelen die de overheid heeft aan kunnen sluiten op wat de deeleconomie brengt? En we hadden het net in van tevoren al over deregulering. Onderzoeken waar je deregulering toe zou moeten passen om de deeleconomie meer ruimte te geven, zodat het zich nog sneller kan ontwikkelen. Wat ik ook heel interessant vond, is dat, dat noem je dan de niet-westerse allochtoon. Dat was een minderheid in mijn onderzoek, want die zitten niet heel veel op het panel van onderzoeksstatistiek. Dat waren 54 mensen, maar die scoorden wel eigenlijk op alles de hoogste bereidheid om te delen. Dus dat is ook weer een heel nieuw vlak. En dat is, dat zal ik donderdag ook presenteren. Of een van mijn aanbevelingen zijn aan de deeleconomiebedrijven is stap uit die grenzen van de groepen die nu in gebruikers zijn. Want er is een overduidelijke behoefte bij oudere mensen. En ook waarschijnlijk, in elk geval ik heb een indicatie bij mensen die tot de niet-allochtone westerse, niet-allochtone Nederlanders boren. Niet-Westerland. Kunnen jullie wat zeggen over de... Ik had daar ook recent met iemand een discussie over en die had echt zoiets van, mijn auto ga ik juist niet delen, want dat is zo belangrijk voor mijn familie en zo. Is daar nog verschil in? Waar hechten mensen meer aan en waar hechten ze minder aan? Aan een auto hechten mensen zeer. Maar dan heb je ook weer verschillen tussen generaties. Een onderzoek in Duitsland werd uitgewezen dat, ik geloof dat het 80% was van de min 35ers. Die hebben liever een iPhone of een andere... Dan een auto. Van Android. Dan een auto, ja. Ja. Nee, maar daar zie je natuurlijk ook de opkomst van het online auto's kopen. Dat zijn ook wel mensen die... Ja, dat is commodity geworden. Het is een gebruiksvoorwerp. Ja, dat is natuurlijk, vooral in Amerika zie je dat natuurlijk ook als grote bedreiging, waarbij natuurlijk de jongeren graag als heel snel een auto wilden hebben. Je hebt 16 rijbewijs, nou een auto, dat is het, hè? Dan ben je, you got it made. Maar dat is weg aan het raken. Dus dat is natuurlijk een groot pijnpunt. Maar dan krijg je ook natuurlijk wat de grote autoproducenten nu aan het doen zijn. Die kijken niet meer naar, we maken auto's en we verkopen die, maar we zitten in de mobiliteit. Dus daar komen natuurlijk hele andere businessmodellen ook weer uit voort. En participaties. Je ziet natuurlijk nu al grote verhuurbedrijven in Amerika die juist die deelinitiatieven opkopen. Een Volkswagen die een deelname neemt in Greenwheels. En zo zijn er wel meer automerken die vroeg of laat de landen inlopen om daar hun auto's neer te gaan zetten. Ja, en dat autodelen was zo schattig, joh, toen het begon.
gewoon. Want dan had je had van die paaltjes en dan had je een sleutel van het kastje. Had jij toen ook nog zo'n Kermit-telefoon of niet? De Kermit was al eerder, denk ik. Maar nou, het zou best wel kunnen hoor. Het zou best kunnen dat die tijd was. Maar het mooie daarvan was... Stoppen langs de snelweg bij de benzinepompen met zo'n Kermit-station. Dan kreeg je weer een pliep. En dan moest je op zoek naar zo'n zender. Dat was een semafoon samen met... Ja. Maar goed, hoe dat autodelen begon, ik was erbij. Weet je wat toen die deeleconomie begon? Die eigen, want het begin ging het heel erg goed. De groep was klein. Ja. En er lag een papiertje in gereserveerd voor Erwin Blom. Met de sleutel erbij. Ja. Toen werd die groep wat groter. Dan haalden wat mensen papiertjes weg die voor Erwin Blom waren. En was de auto weg. Dus één keertje zou ik naar Engeland gaan. En ik stond daar om die auto op te halen. En die auto was er niet. Maar de man was zo aardig. Toen heb ik zijn eigen auto meegekregen om mijn reis naar Engeland mee te maken. Maar toen dacht ik al wel, dit is niet helemaal een houdbaar model. Dus het was wel nodig dat er een partij bij kwam die het computerstuk voor zijn rekening kon nemen. Ja, ik denk ja en nee, want ik weet niet of het niet meer haalbaar dan is. Want natuurlijk zit er een enorme groei in. En aan de andere kant kan ik me voorstellen dat daardoor misschien die circles of trust zeg maar kleiner worden. En dat je nog meer binnen jouw buurt door de techniek gefaciliteerd gebruik maakt van die deelplatformen. En dan kan het eigenlijk nog steeds gewoon wel heel erg op basis van dat vertrouwen. Ja? Misschien, nou ja, dat briefje misschien niet meer. Misschien ben ik opportunistisch. Maar. Nog één vraag. Ik zie in jullie eigen agenda op je site van ShareNL. Even voor de kijkers, dat is sharenl.nl. Ja, heel duidelijk. Op 25 september doen jullie een presentatie voor het European Economic and Social Committee in Brussels. Wat is dat en waarom zijn jullie daarvoor uitgenomen? Het begon met een mailtje naar mij toe over mijn onderzoek. Er is amper data over hoe groot de deeleconomie gaat worden. Dus mijn onderzoek is een van de eerste dingen. En dat bleek dus dat ik door hen benaderd werd. Zij wilden denk ik achtergrondinformatie, getallen hebben daarbij die public hearing. Zodat de mensen daar een beter beeld kunnen vormen van waar hebben we het eigenlijk over. Ja, dus er is een hele ochtend met een programma waarbij bijvoorbeeld ook de managing director Airbnb van Europa-Afrika een spreker is. En wij dus een mooie rol ook. En het zo nog een aantal andere. Dat is ontzettend leuk, toch? Dat is ontzettend leuk en het geeft ook aan, want we denken ook mee. Inderdaad, het is een startpunt waarbij we meedenken met beleid van de Europese Unie. Want dit is een commissie die adviseert aan de Europese Commissie. Ja. Ja, dat lijkt me waardevol. Ja. En leuk om te doen ook. Dus jullie zeggen het is nog een jonge industrie, zeg maar, een jong fenomeen, maar wel eentje die blijft. Geen hype. Geen hype. Nee. Nog één vraag. Jullie hebben allemaal partijen die partner zijn in ShareNL. Hoe verdienen jullie je geld? Het is nu nog heel veel liefdewerk en... Ja. Wij verwachten om zeg maar met de werkzaamheden die we nu allemaal doen en voor ogen hebben, om dat binnenkort zodanig te doen dat we daar ook zelf iets meer dan van de lucht van kunnen leveren. Maar dus het is voor ons. Gaan doen? Er zijn verschillende ideeën. Advies? Advieswerk inderdaad voor een deel. Natuurlijk inderdaad de presentaties. Er zit een kenniselement natuurlijk inderdaad sterk in. Nu al met inderdaad zo'n onderzoek, maar dat willen we gewoon alleen maar gaan intensiveren. En we zullen ook kijken of er voor een deel funding is vanuit partijen als een stichting doen. Ik noem maar iets. Om in ieder geval een start te kunnen maken en dit verder voor te zetten. Maar dat er behoefte aan is, dat merken we vooral de laatste tijd inderdaad heel erg. Dat we overal voor gevraagd worden om op aan te haken. Dus wat dat betreft, zit er iemand te kijken die behoefte heeft om de ShareNL verder op de rit te zetten? Wees welkom. Nog even, dus alleen jullie founders, laten we dat nog even... Wel belangrijk. Welke partijen zijn betrokken? Nee, we hebben als founders hebben we thuis afgehaald. De maaltijden delen, Together het rit delen, Snapcar het auto delen, Connected die hier zo ook aan tafel schuift. Ja, voor wie live kijkt, gelijk na. Flow2 natuurlijk, voor de business-to-business kant, die schuift hier straks ook aan. Dus dat is natuurlijk ook een hele mooie andere kant op, kan andere kijk ook op de deeleconomie. En dan hebben we het over, even met Speak even mee. Ja, we hadden niet genoemd, alles allemaal toch? Connected. Ja, precies. Dus als we dan binnenkort Peerbee. Als we dan nog thuis afgehaald een Snapcard doen, dan zijn we rond. Dan hebben ze allemaal... Het gaat door, want er komen natuurlijk nog veel meer... Dat kan niet, we doen alleen de founding fathers. Er zijn grenzen. Want er zijn al meer
meer van die auto's zijn er namelijk ook al meerdere initiatieven. Maar daar staan we ook heel erg open naartoe. Hè? Dus het is niet zo, kijk, het zijn founding partners, of hoe je het wil noemen. Hè? In ieder geval die dit platform hebben opgezet. Maar we zitten net zo goed met de andere partijen graag aan tafel. Dus het is niks exclusief. We delen ook gewoon graag in die zin met iedereen. Dat komt ook zo snel mogelijk een overzicht op onze site van de platformen die zich bij ons hebben aangesloten. En dat zal inderdaad per categorie zijn. Want dat is wel nodig al, of niet? Zoveel is het. Ja. Dat is zeker, daar is veel vraag naar. Ja. Oké, hartstikke goed, bedankt. Als je live kijkt, blijf kijken, want zo direct dus nog twee partijen die actief zijn op het gebied van de deeleconomie. En als je on demand kijkt, dan weet je dat je ze terug kunt vinden via ons YouTube-kanaal of op de site. We danken Streamzilla, die de stream mogelijk maakte en zorgt dat dat gehost wordt. On demand is niet helemaal waar, daar helpt YouTube ons een klein beetje mee. Maar Streamzilla, als je een streamingdeskundige partij zoekt en als je ons een beetje wil steunen, kan dat ook nog, wordt dan Fast Moving Member, tientje per maand. Als je dat was geweest, had je nu al een prachtboek van Bart Brouwers gekregen over de toekomst van de journalistiek. En er komt nog veel meer moois aan. Dus kijk daarvoor op de site. Kijk je live, blijf kijken. Kijk je on demand. Check de rest van de uitzendingen. Dag.